Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag in de video wil ik me eventjes weer al verontschuldigen dat ik niet elke dag heb geüpload. Dus ja, het wordt weer even een hele korte video. Want wij zijn avond en ja. Dus, het is een korte video, waarom? Jullie hebben misschien al wel door dat ik minder upload de laatste tijd. Omdat ik gewoon, ik heb geen tijd meer om te filmen. En ja. Maar, daar komt verandering in. En toch voor een weekje, en ja, dit is een beker. Is toch voor een weekje. Komt er een verandering, omdat ik ga op vakantie in Frankrijk. Ik ga elke dag filmen. Ik neem mijn laptop mee voor het editen en hopelijk kan ik elke dag een video online gooien. Als het niet elke dag is, is het om 2 dagen. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk te uploaden. Omdat ik wel wil uploaden. Maar soms gaat het gewoon niet. Dus, dat wil ik even te zeggen. En ja, ik ben hier al oude video's van mij aan het bekijken. En ik moet dringen naar de kapper. Dat doe ik na de vakantie. En ja, ik ga vloggen in mijn leven. Wat ik nog nooit, alleen wat ik al wel bijna dagelijks doe, maar eigenlijk nog nooit zo hard heb gedaan als. Ik heb eigenlijk nog nooit zo hard gedaan als toen in oktober, elke dag aan het filmen. En nu ga ik proberen meer en meer te filmen. Omdat ik heb gewoon om 2 uur gedaan met werken. Dus eigenlijk kan ik om 2 uur, om half vier kan ik filmen. Maar gewoon soms geen goed om te filmen. Dat ik veel te veel Netflix aan het zien ben. En ja. Mijn favoriete serie op Netflix is tegenwoordig La Casa de Papel. En ik heb ook nog een paar andere films gezien, maar La Casa de Papel is, het gaat eigenlijk over mensen die een bank overvallen, de Spaanse grootbank in Madrid geloof ik. Ik ben nog niet ver in die serie, maar ik denk in Madrid dat was. En ja, jullie zien een kerstboompje. Dat ik nog in de video had gebruikt. Dus dat we een beetje meer licht te krijgen in mijn gezicht. Dus, ik kijk vaak naar Casa de Papel. En ik kijk ook vaak de bankzitters. Ik kijk ook vaak Rafael Gomez en zo. Dus, ik heb eigenlijk veel minder tijd tegenwoordig om te filmen. Als ik tijd heb, film ik wel. Dus, tot nu, film. Zo dadelijk ga ik beginnen editen en ga ik naar beneden. Ga ik tv kijken tot ik ga slapen. En ja, zoals ik zeg, bye bye en dikke vette huts!